Ik wil nog even iemand erbij halen trouwens, die er ook is. Marcel van Roosmaal. Dames en heren, ook even applaus voor Marcel. En niet in de laatste plaats, Marcel, dat het applaus ook waard is dat je het voor elkaar hebt gekregen om dit boek met Theo Jansen te maken. Want het was een prestatie op zich, heb ik begrepen. Klopt. Een unieke prestatie. En twee keer iets te vieren vandaag. Ja. Boek af. Johan Jarig. Als je het dan met een topsportprestatie zou mogen vergelijken, waar moet ik er ongeveer aan denken? Nou, beklimmen van een berg. De Mount Everest. Zoiets. Zoiets zou ik het mee vergelijken. Ja. Het was niet makkelijk, hè? Het waren ontberingen. Het was in eerste instantie verschrikkelijk. Hij wilde een boek, wilde eigenlijk weinig zeggen. Eigenlijk wilde hij steeds minder zeggen. En op een zeker moment ontaarde dat toch wel in bijeenkomsten van dat ik vanuit Wormer aankwam in Arnhem en dat hij zei, trek eens aan mijn vinger. En hij liet een scheet. En dat was ongeveer het niveau van de bijeenkomsten. Maar langzaamaan groeiden we wel erin. Ja. Zeker nadat we van terras waren gewisseld in Arnhem. Dat was beter. Een keer naar Twente waren gegaan. En eigenlijk het hoogtepunt van onze samenwerking is eigenlijk nu het boek af is. Het enthousiasme groeit. En goed. Maar gisteren was hij bij De Wereld Draait Door. Daar had hij ook nog veel afzeggen op het laatste moment, begreep ik, toch? Dat kwam op een zeker moment. Had hij vlak voordat het was, had hij een ouderavond. En we hebben hem toch kunnen overhalen dat hij er zat. Ja. En hij zat er wel geheel als zichzelf. Ja, ja, maar of het veel boekjes oplevert, dat ben ik bang voor niet. Nou, wat? Ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in. Nee man. Nee, ik bedoel, je kan daar best gaan zitten. Maar als je er gaat zitten van het interesseert me eigenlijk geen ene kut, kan je beter thuis blijven. Ja, maar je had het ook niet gelezen. Nee, ik had het niet gelezen. Maar ik heb het niet gelezen omdat het ten eerste dat tweede boekje over mijn vriendin gaat die overleden is. Daar wil ik even niet mee. Dat heb ik even geen zin in. Mm-hmm. En mijn eerste boek, dat, ja, weet je, dat vond ik gewoon niet prettig om in je eigen boek te gaan lezen. Maar het is wel zo dat Michel van Egmond er 8 maanden werk aan besteed heeft. Ja. En dat moet je altijd wel gewoon in oogschouw nemen, dat die jongen er enorm veel werk in gestoken heeft. En wat die Theo gisteren zat te doen, dan denk ik, ja, weet je, blijf dan weg. Hij had als hij er alleen. Want ik moet heel eerlijk zeggen, Marcel en Michel zijn voor mij echt de allerbeste schrijvers als Absoluut. Het om dit soort boeken gaat. Ja. En ik, hij had hem ook over Nicky Hofs mogen schrijven. Had hem ook over, maak mij geen reet uit. Ik neem hem mee naar huis en ik ga hem morgen goed lezen. Als ik om 11 uur... Piepend van het lachen. Ja, piepend van het lachen tot 4 uur. En dan ga ik lekker eten en wat drinken. Ja. Ik denk, breek maar even in. Kijk, het geeft, hoe hij zich gedraagt, geeft een uitstekend beeld van hoe hij is. Hij is zo. Hij heeft gewoon... Ja, maar het gaat nou ook om jou. Het gaat niet alleen om hem. Nee, maar dat weet ik wel. Maar kijk, hoe hij daar dan in staat en mij behandelt of ja, maar dat is niet goed. Niet eens zo slecht behandeld, maar dat is gewoon hoe hij is. Ja, maar dat geeft dat boekje. Eigenlijk is dit een. Ja, maar ik had gisteren zat ik te kijken, toen dacht ik, nou, die mensen die het idee hebben om een boekje te kopen, zeggen je, laat maar gaan. Ja, maar als het je geen reet interesseert. Theo, hè? Je leest hem niet echt voor Theo. Je leest hem meer voor hem. Je gaat ook, kijk, hij wil niet signeren. Maar ik vond die signeersessies het allerleukste. Want dan kom je in aanraking met mensen die naar het programma kijken en die boekjes kopen. Ja. En dan hoor je dingen en dan vinden ze leuk. En die zijn enthousiast bij het leven, man. Ja, hij gaat niet signeren. Ja, joh, ik werd er een beetje verdrietig van. Hij wil vanavond ook niet. Hij wil nergens meer zitten, toch? Vanavond is natuurlijk, hij heeft nu zelf een ander programma. Oh ja? Daar gaat hij zondagavond alleen zitten. Okay. Doe ik dit, doet hij dat. Dus dat is een prima afspraak. En dinsdag hebben we in Arnhem een feest. Nou, dan is hij wel degelijk onder de mensen. Ja. En ik denk dat hij daar ook al alle boeken die hij onder zijn neus krijgt signeert. Tenminste, dat hoop ik. Nee, maar Michel die belde mij op over dit boek. Die had hem gelezen verleden week. En ik zeg, vergelijk het eens met je eigen boek. Hij zegt, dit boek is het enige sportboek in de wereld ooit zo geschreven. Ja. Hij zegt, daar ben ik van overtuigd. Hij zegt, ik heb me werkelijk de pleuris gelachen. Ja, dus daarom, ja. Ja, nu verkoop jij het goed. Ik neem hem graag mee. Ik zeg het eerlijk. Ja. Ik heb er vluchtig wat dingen in gelezen. En ik ben een fan van Theo Jansen. Want als je het over een character hebt, dat is een character. Absoluut. En Theo is een man uit een volkswijk. Ik zal niet het woord achterbuurt gebruiken. Heb je gedaan met deze? Een volkswijk, weet je wel. En zo ziet hij er ook uit. Zo ziet de doorsnee man en de volkswijk eruit. En ik vind Theo heerlijk in hoe hij praat. Hij is geestelijk totaal onafhankelijk. Maar toen ik dit gelezen had, toen vond ik hem ook een beetje hypocriet. Marcel heeft zich journalistiek opgesteld. Die heeft ook naar negatieve dingen gevraagd. Maar die had hij dus
afgedaan, dat was afgesloten. Die wilden die niet meer naar voren halen. Maar ja, er zijn ook dingen in je leven gebeurd die niet in een boek kunnen ontbreken. Hij heeft een hoofdstuk dat in VI, toen ik nog hoofdredacteur was, verhalen kwamen dat hij niet meer zo goed lag in de groep. En dat hij bij wilde tekenen met Twente, maar dat Munsterman eigenlijk zijn contract niet wilde verlengen. En dat hij, toen hij een pen kreeg voor Munsterman, voor omdat hij zoveel wedstrijden gespeeld had, die sodemieter, jij maar op met je geoude hoer. En dan denk ik, ja, Theo, maar het feit dat die groep een beetje tegen jou was en dat Munsterman je contract niet wilde verlengen, dat had te maken dat je met een stuk in je hol een auto-ongeluk hebt veroorzaakt waar een keeper levenslang invalide doorbleef. Die jongen heeft moeilijker, toch? Kevin Moeilijk. Ja. Ja, kijk, Linde, dat was de reden dat Twente die vond eigenlijk dat ze van hem af wilden, want dat hij die club in discrediet bracht. En dan doet hij nu net over of dat niet gebeurd is. En dat vind ik dan hypocriet. Van de Theo die totaal geestelijk onafhankelijk is. Die had nu ook moeten zeggen, ja, dat is een fout die ik gemaakt heb. En het is heel treurig dat die jongen levenslang invalide is. Hij is wel trainen, zo geloof ik. Maar. Ja, ze zijn nu collega's bij Vitesse. Kevin Moeilijker gaat het over. En die heb ik voor dit boek ook gebeld. Ze hebben onderling een afspraak dat ze er niet meer over praten. Dus in de openbaarheid niet. Ik heb die stukjes die er overgingen. Ja, wat Johan bedoelde zeggen, dan schrijf je dus een autobiografie en dan komt het niet in voor natuurlijk. En dan is het nou, het komt er kort in voor, maar dat komt mede omdat ze... Maar dat was jouw inbreng. Jij hebt het erin gefietst. Ja, omdat ik je dat verplicht voelde. Maar ik vind ook niet dat als iemand een boek wil over zichzelf, dat hij zelf alle negatieve dingen meteen hoeft aan te kaarten. Want dat zou ik zelf ook niet doen. Ja, maar Marcel, maar dit is toch een moment in zijn leven dat hij met een stuk is reed een auto-ongeluk veroorzaakt waar een collega voetballer... Daardoor kan die jongen nooit meer, heeft hij nooit meer kunnen voetballen. Dat kun je toch niet negeren van, ja, dat heb ik afgesloten? Nee, maar het is een onderlinge afspraak dat ze daar geen rugbaarheid... Maar dat vind ik dan niet bij het character passen wat hij uitstraalt. Nou, ik weet niet. Ik had de indruk... ik heb die Kevin Moeilijker zelf gesproken, naar aanleiding van dit boek, dat ze prima door één bocht kunnen met elkaar. En ja, wie ben ik verder om daar... dingen op te gaan rakelen of wat dan ook. Ik had de indruk dat ze het prima hadden afgerond, voor zover het mogelijk is. Het boek had eigenlijk met name met Johan moeten hebben, toch? Of zoiets? Dat was eigenlijk de bedoeling, toch? Dat had eigenlijk moeten hebben. Hij stelde op een zeker moment voor om het boek... ik stelde voor De Dikke Prins. En nou, vanwege zijn postuur en omdat hij toch wel prinsengedrag vertoont. En dat was hij in eerste instantie geen fan van die titel. Hij vond dat hij een beetje voor lul stond. Nou, klopt wel. Toen stelde hij voor, Johan Derksen Klootviool geschreven. Dat is een goede titel, ja. Op zich een goede titel, omdat ja, Johan toch? In het verleden dit soort dingen oprakelt. Ja. Nou, kon ik me wel in vinden in die titel, behalve dan in de ondertitel. Want hij wilde dan ook nog dat er onder stond geschreven door de randebiel. Dat was ik. Ja, nou ja, dan gaan we een beetje te ver. Dus nou, het is uiteindelijk... Ja. Maar Johan Derksen Klootviool, dat vond hij een mooi titel voor zijn eigen boek. Dat vond hij de lading dekt. Ja, dat vond hij. Hij dacht, nou, dat dekt de lading. Oké, misschien dat we zo nog even terugkomen. Ik moet er ook aan toevoegen, buiten het feit dat hij dat incident links laat liggen, staan de kostelijke dingen in hoe hij met Van Gaal omgegaan is. Volledig onafhankelijk, scheid aan Van Gaal. Wat Van Gaal ook zei, hij deed precies wat hij zelf wilde. Ja. Weet je, dat denk ik, ja, dat kom je niet meer tegen in de voetballerij. Iemand die zich zo opstelt. Nee, dat is wel bijzonder. Daardoor is hij waarschijnlijk ook niet de grote ster geworden die voetbaltechnisch wel in hem zat. Ja. Maar het is wel mooi dat je zo'n man ook rond hebt lopen. Nou, ik vind het ook heel gezond dat er eindelijk een keer een voetballer aan het woord komt die niet de hele tijd bezig is met voetbal. Ja, we hebben René, jij was volgens mij ook niet altijd bezig met voetbal. Toen je voetbalde. Toen je voetbalde. Nou. Ja, ik vind het heel gezond dat je ook in je vrije tijd niet naar voetbal kijkt. En dat je daar eerlijk voor uitkomt. Nu lijkt het wel tegenwoordig alsof iedereen leeft voor het voetballen. Nou. Maar ja, jij leeft toch ook niet voor het presenteren in je vrije tijd? Doe je ik sta alleen maar voor de spiegel. Dat, ja, ik doe niet anders. Ja, je hebt een verkeerd voorbeeld wat dat betreft. Ja, ik heb trouwens geen vrije tijd. Gelukkig waren er nog twee die nog een slechtere beurt maakten bij de Wereldrijd door. Zo. Ja, hè? Heb je dat gezien, die twee? Ik heb het gehoord, ja. Ja. Dat was toch geweldig, man. Surrealistische televisie. Ik zat erbij te kijken naar. Dat was toch geweldig, man. Hé, hey, die Huisman. Heb je niet gezien, nee. Heb je niet gezien? Nee, maar dat is echt...
Ja. Nee, dit onze nieuwe medewerker, onze nieuwe collega. Ja, nee, de Wereld Draait Door belde op, Jinek belde op, de shownieuws, Boulevard. Allemaal wilden ze weten hoe het nu zat. Ik zei, maar er is nog niks. We moeten nog een pilot draaien. We moeten gewoon kijken of het gaat werken. Het is voor de radio. Nou, zei die mensen, we zouden het toch heel leuk vinden. Ja, maar we hebben echt nog niks. Nee, maar kom toch langs. Matthijs vindt het zo'n geweldig idee. Nazorg enzovoort. Dus zijn we daar gaan zitten. En toen was het helemaal niks. En hebben we 12 minuten over zitten lullen. Geweldig was het. Ja, Henny had wel zijn doel bereikt. Hij was weer in beeld. Ja, nee, maar Henny heeft er zoveel zin in. En Henny probeert het uit te leggen. Maar het was nog eigenlijk niks. Dus dan is het heel lastig uitleggen op zo'n moment. Had, Nico, die schreef het mooi op. Die schreef het heel goed op. Ja, die was weer goed. Wat dat betreft, jij hebt ervan genoten, begrijp ik. Ja, ik heb er met stijgende verbazing naar zitten kijken. Naar die twee, naar jullie. Ja. Maar voor de radio doet hij toch al wat, of niet? Ja, hij maakt sowieso moppen. En hij gaat voor de radio dus ook bij die mensen langs enzovoort. Maar, het komt wel een beetje uit dat... Kijk, we hebben hier al iemand gehad die aan cocaïne verslaafd was. Die komt terug, hè? Dat weet je. Ja, nee, maar dat maakt toch niet uit. Nee, okay. Maar dat is toch algemeen bekend, hè? Dat heeft hij zelf in een boek gezegd. Maar je kunt dus ook verslaafd raken aan televisie, blijkbaar. Ja. Want Henny kan niet zonder televisie. Daar heb jij geen last van, toch? Nou, ik heb er zover geen last van dat ik de laatste tijd alle programma's... die me uitnodigen, zeg ik af. Ik ga gewoon nergens meer zitten. En dat is ook makkelijk. Nee, dat is ook makkelijk. Want dan kun je zeggen, ik ga nergens meer zitten. Dus ook niet bij jullie. Nee, maar je moet ook elke 600 kilometer rijden natuurlijk... om naar zo'n programma te gaan. Oh ja, nee, dat doe ik sowieso niet. Nee. Maar daar hebben ze een oplossing voor. Want dan laten ze gewoon je halen, hè, met de auto met chauffeur. Dat vinden al die programma's geen enkel probleem, blijkbaar. Ja. Maar ik doe het niet meer. Ik ga er niet meer zitten. Ik erger me kapot aan dat groepje die overal weer terugkomt. En daar wil ik niet bij horen. Okay. En ik vind dat 2 keer 2 uur in de week vind ik wel genoeg. Ja, zeker met ons. Dan kan ik allemaal ordinaire dingen kan ik kwijt hier in 4 uur. Dat lukt zonder probleem. Maar Henny is wel een hele aardige man. Hij is een lieve man. Ja, absoluut. Hij is een lieve man. Daar gaat het helemaal niet om. En als hij met een bloemetje het land door wil... Nou hoor, dat kan best een leuke rubriek zijn. Wie zal het zeggen, inderdaad. Ja. Valentijn, je bent er ook leuk. Vond u dit een leuk filmpje? Wilt u er meer zien? Abonneer u dan op ons YouTube-kanaal Veronica Insight.